vandaag weer een verhaal van Rowan. Ooit op een dag was er eens een lamp. En die lamp die was uit. Maar toen kwam er een jongen. En die zette de lamp aan. Maar dat deed hij niet zomaar. Dat deed hij met behulp van zijn geslachtsdeel. En een zeker ander iemand had hier veel respect voor. Dit was het verhaal van Remco en Rutger. Ik zal nu lekker slapen. Wel rusten.